U wilde wat vragen? Of ik de theaterdirecteur vermoord heb? Waarom zou ik dat doen? Als gastvrouw ontvang ik hier de beste artiesten. Zoals bijvoorbeeld Nora Krop. Ja, de Nora Krop. Ze zit nu nog in de kleedkamer zich voor te bereiden op de show van vanavond. Die gaat wel door, toch? In ieder geval, ik moet nog een cocktail voor haar maken. Nou, we geven alle artiesten hier natuurlijk wat te drinken, maar voor Nora doe ik net even dat extra's. Nee, waarom zou ik de theaterdirecteur vermoorden? Die heeft maar zo'n goede baan geholpen. Ik moet nu echt door. Ik vind het geen probleem om te praten met detective Poirot. Ik heb namelijk niks te verbergen. Of ik fan was van de directeur? Nee, maar hoef ik hem nog niet te vermoorden. Oh, als jullie me willen excuseren, mijn vrouw heeft me nodig. Ze is hoogzwanger. Ik zweer je, sinds ze zwanger is, wordt ze echt boos om het minst of geringste. Laatst had ik per ongeluk de frietsaus meegenomen van Oliehoorn in plaats van de mayonaise. 3 uur later was ze nog steeds niet klaar met mopperen. Ik zal blij zijn als die kleine er is. Sorry hoor, maar hier heb ik echt geen tijd voor. Ik moet nog van alles doen. Ik moet de witte krukken opbergen in de heffer. Ik moet bij de servicebalie een bureau omhoog zetten. Het warmtewiel is kapot, dus die moet ik weer repareren. Er is een kapotte zekering, dus die moet ik vervangen. Anders staat de artiest van vanavond in het donker. Dus als je me wilt excuseren... Oké, prima. Wil je het me horen zeggen? Ik heb het niet gedaan. Prima. Niemand heeft me hier weg zien gaan. Arresteer me maar. Doe wat je niet laten kan. Maar ik heb het niet gedaan. Moet dat echt nu? Ik zit me net om te kleden voor mijn show voor vanavond. Die gaat wel gewoon door, toch? Ja, luister, mensen hebben kaarten gekocht. Ik ben echt niet van plan om ze teleur te stellen, omdat nou heel toevallig de directeur van het park is vermoord. Kijk, ik doe alles voor mijn carrière. En ik heb in mijn lange loopbaan nog niet één avond gemist. En daar wil ik vanavond ook zeker niet mee beginnen. Maar hoe dan ook, ik vind het überhaupt idioot dat u mij vraagt. Ik kende de beste man nauwelijks. Ja, natuurlijk zat hij af en toe bij mij in de zaal. Ja, en dan gaf ik hem de aflopende hand. Omdat hij mij complimenteerde met mijn fantastische, geweldige spel van die avond. Ja, geweldig. Maar dit is het. Kijk, meer is het gewoon niet. Ik heb verder geen enkel motief. Laat me eerst maar eens even kijken hoe laat ik op moet vanavond. Neemt u mij niet kwalijk. Ik moet me eerst nog eventjes omkleden. Wat? Oh, sorry. Ik zag je niet binnenkomen lopen. Ik ben namelijk druk bezig om uit te vogelen wat voor bericht ik eruit moet gooien. Dat de directeur vermoord is, zodat de pers en de bezoekers op de hoogte zijn. Ik dacht dat een event veel werk was. Maar dan heb je dit nog niet meegemaakt. Het was een lange dag, zullen we maar zeggen. En had ik maar wat hulp. Maar ja, die stagiaire die ik heb, nou, die is ook niet van veel nut. Hoe dan ook, voordat je denkt, all press is good press, dus de PR-medewerker heeft het wel weer gedaan, dat is dus absoluut niet waar. Maar ik heb nog veel te doen, dus mag ik even door? Oh, hallo. Ja hoor, ik heb wel even tijd om te kletsen. Ik moest een opdracht doen van Eva, van marketing. Dat is mijn stagebegeleidster. Even tussen ons, ik mag haar niet zo. Maar goed, zij mij ook niet, dus we moeten het er maar mee doen. Of ik de theaterdirecteur vermoord heb? Ik dacht het niet. Waarom zou ik dat riskeren? Ik heb nog een heel leven voor me. En bovendien, ik ken hem nauwelijks. Nee hoor, ik zit mijn tijd hier nog wel even uit. Ik probeer op de een of andere manier een goede beoordeling los te peuteren. Dan ben ik echt zo snel mogelijk weg. Femke! Nou, de plicht roept. Heb ik jullie zo genoeg kunnen helpen? Fijn. Tot later!